bereid? Ja. Half krijgen we de tijd niet aan, dan zullen we het niet doen. Oh. Met Martijn. Dat komt wel goed. Oké, komt wel goed. Ja, daar maken we wel iets van. Ja, bel maar weer gewoon als je meer weet. Ik ga in ieder geval op Facebook zetten wat het genre is. Dankjewel. Doei. Het is nu 10 minuten over 8. Waar wij mee bezig zijn is, we zijn aan een verhaallijn aan het bedenken. We hebben inmiddels om 6:30 hebben we het horen gekregen dat we het genre crime gangster hebben. Gangsters en criminelen zijn natuurlijk altijd, dat is te ver van je bedshow. Dat is zo'n grote, misschien wat dikkere man met een baard die er onguur uitziet en die doet slechte dingen. Maar dat is niet zo. Je hebt natuurlijk ook internetcriminelen. En criminelen die eruit zien als jij en ik. Bam, bam, bam. En vervolgens hebben we nog een aantal verplichte elementen gekregen. En dat zijn dat we een stukje kaas of kaas erin moeten verwerken. De zin. Eentje voor mij en één voor onderweg. Juist. En een postbode. Er moet een postbode in voorkomen. Nou weten we natuurlijk nog niet of we die ook echt als postbode gaan neerzetten of dat het iemand is die dan postbode blijkt te zijn. Maar ga er maar van uit dat we postbode kleding, ja, in ieder geval kleding nodig hebben. Dark Knight Rises. Als ik zo omzet naar RTF, dat ben je pak niet, dan moet ik toch weer helemaal over. Oké, okay, doe geen zendnummers, maar ga gewoon je ding doen. Bel me even als je weer naar binnen wil. Zit jullie bij Hans Hansen? Ja. Binnen. Gaan we. Ik denk dat ik ben al 3:45 naar bed gegaan, denk ik. Dus om... ik denk wel 4 dat het scenario de eerste versie echt klaar was. Mm-hmm. En toen zijn we opgestaan rond 6:00, 6:15. En toen nog een keer doorgenomen, de laatste linkjes aangepast. En nu ligt hij er. Mm. Nou, de zon begint op te komen. Ja. Zonsopgang was 7:30, geloof ik. Hey Floor, hoi hoi. Hey, waar moet ik naartoe voor de Hollandse handel? Maar waar ligt het precies? Ik kan even naar United rijden en dan... Nou ja, ik weet niet hoeveel auto's komen er in totaal. Weet je al wat en hoe laat het is? Weet je al dat? Nee. Weet je al wat? Okay. Ik doe het wel hoor. Hey, is ook al gewoon koffie? Wow. Ben je bezig met de koffie? Ik merk van best een. Het is een beetje gokken de hoeveelheid koffie erin moet doen. Dus of hij wordt te sterk of hij wordt te slap. Heb je niks te doen? Script. Ah. Ik ben inmiddels al een uur op set, maar dat is de eerste kans dat ik kijk om een script te lezen. Licht mensen en grip mensen. Ja, wat gaan we doen? Met deze script lezen. Mm-hmm. Ik heb een half script gekregen om 3:00 s'nachts, geloof ik. En vanmorgen om 6:30 kreeg ik het compleet script. Maar ja, toen was ik aan het inladen. Dan kan ik het eigenlijk lezen. Nou, kijk, we zijn hier bij de Pontaria-boom. Dus, Wat zijn we aan het doen? Een zoektocht naar stopcontacten. Maar er is helemaal niks hier. Het is alleen op die pilaren in het midden, hè? Daar is wel stom. Jij hebt stom. Nee, ja. Nee, mag ik echt even doen. Zijn we schoenen aan het maken? Alles is op te lossen met tape.
Mag ik even kijken of dit werkt, zeg maar? Of ik het kan, weet ik niet. Dat is om te dingen. Ik word al heel zenuwachtig als de camera zo bestaat. Ja. Ja, ik zie ze even aan als ze naar beneden komen. Dat is hier net een andere dan ik. Oké, kom draaien. Goed te gaan. Goed te gaan. Ja. Zenuwachtig? Ja. Van hem of van mij? Ja. Oh. Nee, blijf lekker subtiel. Ik zat gewoon mee te kijken. En nu? Dat vind ik best goed. Ik voel hartstikke uitdaging. Ja, dat wil ik je graag geven. Ik denk, dan doen we het zo, hè. Ja. Oké, we gaan hem even één keer doorlopen. Ik kijk naar jou, ja? Zo stom. Kleding en art. En jij? Zal ik jou even filmen? Okay. Het kan natuurlijk stom zijn als ik dan nee. Ja, je staat nu in beeld. Wat doe jij? Vertel eens even. Ik film de making of. Dus wat er allemaal gebeurt achter de schermen, omdat mensen dat ook weer leuk vinden om te zien. Oké, mag ik verder? Oh ja. Nou, vertel eens wat over jezelf. Ik ben Brian en ik ben hier de backstage fotograaf. Oké, dus je doet eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik nu doe, maar dan... Ja, precies. Alleen minder fancy. Oh zo, ja, precies. En we moesten samen in beeld van hem. Dit zijn de twee backstage mensen. Ja. Nog heel even, ja? Martijn. Ja. Hoi. Hoi. Kan je even wat over jezelf vertellen? Ik ben Martijn. Ik ben 35 jaar en ik kom uit Sint-Odilienberg. En in dit project produceer ik een beetje en ik heb scenario geschreven. Dus, en ik eet een broodje. Ik ben de cameraman. Maar? Director of Photography. En wat is dat dan? Iemand die heel druk bezig is. Want kijk, daar staat de opnameleider al. Hoi. Hey, graagje. Het gaat heel erg goed. Behalve een beetje met de planning. Hoezo? Nou ja, 48 uur is gewoon veel te weinig om een film te maken. Maar ja, het moet. Dus we gaan het doen. Maar... Het is wel krap. En je wilt het ook mooi maken. En we hebben natuurlijk twee camera's. En heel veel hele goede helpende handen. Maar ja, dan nog is het gewoon natuurlijk een enorme klus. En
planning kan je ook pas 's ochtends maken. Dus je kan niet enorm vooruit werken. Er waren ook heel veel mensen die al gisteren vroegen van en wat gaan we doen en waar en welke muziek en wat moet er allemaal bij en weten jullie al meer, maar dat duurt gewoon even voordat je daar uit bent. En dan sta je nu pas hier, dus nu pas kunnen we de decoupage maken, wat je normaal rustig van tevoren doet. Dus het is niet alleen dat je het in een korte tijd moet draaien, maar dat er ook nog veel meer moet gebeuren in die korte tijd. En dat is gewoon lastig. Maar we hebben gelukkig heel veel hele kundige mensen op de set. Echt heel leuk om met ze te werken. En goede acteurs die ook van wanten weten en hun tekst gaan kennen. En weten wat continuïteit is. Dat is altijd heel fijn. Dus dat gaat ook heel erg goed. Wat gaan we nu doen? Steadicam shots. Yes. Camera reclame dit. Ja? Eigenlijk, ik ben al lang dit level voorbij, maar het is er nog één is. Ja, even. Heel eventjes. Maar eigenlijk ben ik gewoon foto's op Facebook van dit aan het zetten, hoor. Maar, zie je? Dus ik ben er nog steeds mee bezig. Kom je ook even kijken wat ik noem? Die bank staat waarschijnlijk nog steeds nooit. Ik speel denk ik het moeilijkste spelletje van iedereen. Dat heb je eigenlijk gedownload voor je kinderen, dus. Ik had verwacht dat ze 2 minuten zouden afdraaien, dat ze dan zouden doorfilmen en opeens word ik wakker en zijn we gewoon 1 uur verder. Toen dacht ik van mezelf, ik moet er doorheen, anders is het zo weer december. Dat is dus een beetje de jongens een beetje scherp houden. Jongens, heb je lopen? Ben je loopt? Ja, jullie zien? There's light going on in the background. Take 1, take 2. En actie! Zitten nu rond 7 uur en ik denk dat de film nu voor 60-65% erop staat, schat ik. Er moeten nu nog een aantal scènes gedraaid worden, wel op 1 plek, op 1 locatie. Die wordt nu opgebouwd.
Mimoen die lag met slaap in het bed van Sinterklaas. Dus die is nu uitgerust. Die kan nu lekker gaan spelen. Dan zal het wel waarschijnlijk een nachtwerk bijna zijn. Dus het is best een latertje deze keer. En ja, dan is het post-production. Dus dan mogen onze kanjers die overal her en der verdeeld zitten in het land mogen aan de slag. Ik ben opnameleider. Houdt in dat ik een beetje zorg dat het allemaal soepeltjes verloopt volgens een of andere planning wat gemaakt kan worden in 48 uur. Dus achter mensen aanlopen en vertellen dat het allemaal sneller kan en zou moeten. En hopen dat dat dan ook gebeurt. Aha. Maar dat tot nu toe lopen redelijk op schema. Volgens mij een uurtje uitloopt met wat ik had gehoopt bij waar we nu zijn. Goed, straks even eten en dan doorknallen. Nee, jij had een realistische planning gemaakt en anderen niet. Realistisch gezien is 12 uur een leuke rap-tijd en 10 uur is een beetje vroeg. Dus dan hopen dat we 12 uur gaan rennen. Ja. Ja, ik was hier om 8 uur. Ja. Dat is makkelijk. Best wel. Heel erg lang. En op hakken, hè? Ik ben wel blij dat ik mijn sneakers weer aan heb. Ja. Maar het schijnt hartstikke mooi te worden. Dus dat is ja. Mensen worden nu boos. Of melig. Of, dat zijn wel de... Voor party. Wordt echt melig. Wat ben je? Hey. Ja. Is het voor fles? Actie. Tekst. Shit, kom nou even helpen. Rustig. Kijk richting Lynn. Zij loopt hier langs, achterlangs. En je ziet het mes. Kijk naar het mes. Ja. Kom bij er nog even overheen. Ja, jongens. Je bereikt de grens. Oh, lekker. Nee, dat meen ik niet. Oh. Hij moet er eentje. Gewoon richting de camera. Oh, een worst. Dus jij meegaat, want hij gaat hem nu het kaartje brengen naar de edit room. En ik wil graag de twee mensen die naar Amsterdam meegaan, dat die nu direct meegaan. Camera B. Scène 8, sleet 1, take 1. Het is wel een beetje jammer dat ik de enige nacht dat ik niet slaap op de foto moet. Ik ga los. Nee.
2, 1. Stilte. Als je daar niet eruit. Dadelijk valt die nu ja, dan hebben we dat USB-stick. Oh, ja, blijk dat. Je hebt die USB-stick ernaast. Zeg je? Maar we gaan bieren. Ja, gaan bieren.